Welkom bij de uitleg van baasstof 5 over de wervelkolom. In deze video gaan we kijken hoe je de wervelkolom in een goede conditie kunt houden. En ik ga je ook uitleggen waarom een goede lichaamshouding belangrijk is voor je wervelkolom. Maar voordat we daarmee beginnen is het natuurlijk handig om eventjes te kijken naar de wervelkolom zelf. De wervelkolom bestaat, zoals het woord al doet, vermoeden uit wervels met daartussen kraakbeenschijfjes. En je ziet hier de wervelkolom van voren. En hier zie je hem van de zijkant. En zeker aan de zijkant zie je heel mooi dat je de wervels ziet zitten met daartussen die kraakbeenschijfjes. Aan de wervelkolom vast zitten heel veel botten, heel veel spieren. En je kunt het wel een beetje zien als een soort van kapstok van je lichaam waar allerlei belangrijke onderdelen aan vasthangen. En het is dus ook heel belangrijk om die wervelkolom in goede conditie te houden, omdat je dus zo afhankelijk bent van die wervelkolom. Daarbij is het ook nog eens zo dat door de wervelkolom heen de ruggenmergzenuw loopt. En dat kun je wel zien als de meest belangrijke zenuw van je lichaam. En die zorgt er eigenlijk voor dat jouw hersenen kunnen communiceren met jouw lichaam. En dat alle signalen uit jouw lichaam naar je hersenen toe kunnen. Dus wel best een belangrijke zenuw. Kijken we nu naar die wervelkolom, dan zie je dat die uit verschillende typen wervels bestaat. Bovenaan zitten de nekwervels, onder de nekwervels bevinden zich de rugwervels, daaronder de lendenwervels. Dan gaan we vervolgens, en dat kun je op deze afbeelding beter zien, naar het heiligbeen. En onderaan het heiligbeen zit hier het staartbeen. En die is dan hier links wat lastig te zien, en die zie je dan hier rechts weer wat beter zitten. Dus als het ware rusten al die wervels met die tussenwervelschijfjes uiteindelijk tussen hier op het heiligbeen. En dat heiligbeen, dat maakt deel uit hier van het heupbeen. Aan de bovenkant van de wervelkolom, uiteraard, daar zit dan de schedel. Kijken we nu naar de wervelkolom wat gedetailleerder, dan zie je hier een heel klein stukje daarvan. Hier meer van voor en dan een klein beetje van boven en hier vanaf de zijkant. Dan zie je hier twee wervels zitten. Nou, die zie je hier ook, maar dan ietsjes gedraaid. Tussen die wervels in. Zie je hier mooi die kraakbeenschijfjes zitten? En die kraakbeenschijfjes die bestaan uit een ring van kraakbenen aan de buitenkant. En daarbinnen binnen zit een soort van gelachtige substantie. En die kraakbeenschijfjes die zorgen ervoor dat jouw lichaam als het ware schokken kan opvangen. En die zorgen er ook voor dat jij je ruggenwervel een stukje kunt bewegen. En het is ontzettend belangrijk om die tussenwervelschijfjes in een hele goede conditie te houden. Verder zie je hier dus. De ruggenmerg-zenuw lopen. En hier zie je hem net iets beter weer. Ruggenmerg-zenuw. Hier lopen dus allemaal van die aftakkingen. Dat zijn allemaal zenuwen. En dat moet je als het ware zien als een soort van de communicatielijnen in je lichaam. Dus via die zenuwen kunnen allerlei zintuigen informatie sturen naar je hersenen. Zodat je dus in de gaten hebt wat er om je heen gebeurt. Wat je voelt, ruikt, proeft, hoort. En dat betekent dus ook dat vanuit de hersenen, dus door die ruggenmerg-zenuw. En dan volgens die aftakking. allerlei signalen bijvoorbeeld naar je spieren toe kunnen. Zodat jij goed kunt bewegen. Belangrijk dus om dit in goede conditie te houden. Um, hier zie je nog een keer eventjes wat duidelijker. Hier zie je dus die kraakbeenlaag. En wat ik al zei, hier zit dus die kern. En die is dus opgebouwd uit een soort van gel. Het is dus belangrijk om je wervelkolom in een goede conditie te houden. En het allerbelangrijkste daarbij is dat je zorgt dat je wervelkolom altijd een dubbele S-vorm heeft. En als je kijkt naar de afbeelding hier, dan zie je als ware een hele flauwe bocht hier. En nog een hele flauwe bocht. Als waar twee hele. Nou ja, het lijkt een beetje op een S. Je zult het vaak in het boek tegenkomen, dubbele S-vorm. Ze heeft twee hele lichte gebogen vormen. En het is heel belangrijk om die vorm erin te houden, omdat je op die manier ervoor zorgt dat er zo min mogelijk druk op die tussenwervelschijfjes komt. En dat ze dus heel goed blijven. Dat betekent dus bijvoorbeeld als jij tilt. En dan zie je hier iemand die tilt, terwijl hij zijn rug als het ware vooroverbuigt en hier wat meer vanuit de knieën getilt. Dan zie je dus dat het hier dit zwarte stelt even de wervelkolom voor, dat hij helemaal gebogen is, dat helemaal rond is, en dat is die glooiing eruit is. Kijk je hierna, zie je nog steeds weer die soort van dubbele S erin zitten, en dat is dus ook de manier om te tillen. Je zorgt ook bijvoorbeeld bij tillen ervoor dat je niet in één keer een ruk geeft aan wat je wil optillen, maar eerst even goed voelen of het zwaar is of of dat het licht is, omdat je dan dus voorkomt dat je een hele normale druk één keer op je wervel zet en op die Dus Eerst even voelen of het wel zwaar of licht is, en dan Vanuit je knieën tillen, zodat je dus die rug netjes in die dubbele S vorm houdt. En dat geldt dus ook voor heel veel andere dingen, dat jij ervoor moet zorgen dat jij je rug in een dubbele S vorm houdt als je zit, als je loopt. Maar ook, en dat is een beetje stom misschien, als je op je telefoon zit. Ik maak me er zelf ook schuldig aan als ik op mijn telefoon zit, zit ik heel vaak op mijn hoofd naar voren gebogen. Dat geeft een enorme druk op je nekwervels en de tussenwervelschijfjes die ertussen zitten. Zoveel druk, zelfs dat je dat. Of we kunnen zien alsof er 25 kilo aan je nek hangt. En je hoofd is niet 25 kilo zwaar, maar op het moment dat je dat naar voren gaat bewegen, dan zul je zien dat die druk daar toch ongeveer 25 kilo wordt. Super slecht voor je nek. Dus het ziet er misschien een beetje stom uit, maar probeer die telefoon iets rechter voor je hoofd te houden. Je nek iets minder te buigen, want je krijgt op een gegeven moment gewoon echt klachten aan je nek. Op het moment dat jij op zo'n manier naar een telefoon zit te kijken. En nou ja, goed, dat geldt dus hetzelfde voor als je zit, als je loopt, als je staat. Zorg dat je gewoon een nette. Een soort van de rug hebben een dubbele S erin. Zo hou je dus die tussenwervelschijfjes zo goed mogelijk. Dan is hier nog de samenvatting. Heel veel succes weer en dan zie ik jullie in de volgende video.